Yo, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Vandaag iets speciaals. Special Olympics hebben we. Maar dan doen we de Special Olympics voor Strongman. Dus we hebben de crème de la crème van Strongman Nederland uitgenodigd om vandaag mee te doen met vier overweldigende challenges. Dus ik wil je voorstellen aan mijn scheidsrechter van vandaag. Hallo. Sam. In het Spaans. Samuel. Samuel. wat we vandaag gaan doen, we gaan vier verschillende soorten events doen. We beginnen zometeen met de Classic Hammer Throw. Deelnemers moeten de hamer zo ver mogelijk naar achter gooien in het fantastische grasveld wat je achter ons ziet. En natuurlijk altijd mooie Spakenburg op de achtergrond. Vervolgens gaan we door naar een A-challenge. Dat blijft nog een verrassing. Dat zie je zometeen wat dat zal zijn. Daarna door naar de Dinny Stones. Natuurlijk met de mooie Sabres ringen doen we dat. En we eindigen met Arnold Classic Event van het jaar. Hoe heet het ook weer? Unspun Stone Throw. De unspunnend troon. Steen gooien. Gewoon met een steen. We gaan gewoon steen gooien. Wie vandaag gaat winnen, die krijgt natuurlijk een fantastisch prijspakket. Het prijspakket dat er is, dat is van een fantastisch opkomend sportmerk. Prijs-kwaliteitsverhouding is wel bagger, maar het is wel goedkoop. Het is precies wat deze jongens waard zijn. Precies wat ze nodig hebben. Om de top van Nederland te kunnen zijn. Yes, blijf vooral kijken en vergeet te liken en subscriben. We beginnen met onderdeel 1, de hamer gooien. We gaan deze hamer zometeen naar achter gooien. Wie de meeste meters heeft, die wint. We hebben een lijn op de grond getrokken, daar moet je achter blijven staan. De hamer zelf weegt ongeveer 17 kilo. Wie het verste heeft, die wint. Dat wordt fantastisch. De hamers gegooid, allemaal tors. Materiaal. Hakken voor de lijn. Linkerhak. Ja. Linkerhak. Hou die focus, Guus. Ja. Ja. Jullie staan soms. Ja. Hoppa. Dat is een goede 7,5 meter, jongens. Nou, de uitslag van het hamergooien. Op plek 1 hebben we Kevin met 9,50 meter. Gevolgd heel close door Adriaan met 9,45. Dan op de derde plek hebben we Guus met 8,85 meter. En dan mooi op de laatste plaats, maar zeker niet de minste, met 6,45 Jordi. Ja! Hey. Lekker pack.
Zijn die klaar voor om te weten wat we gaan doen? Ja. Wat we gaan drinken is een proteïne shake met verjaardagstaartsmaak. Oeh! Ja, wat we daarvan gaan doen, we gaan zo meteen twee bekers, krijgt iedereen. Die gaat helemaal vol met proteïne shake. En daarmee gaan we eten. Een kilo mager, kwak. Ja. Dat is mijn. We doen het in principe niet op tijd. Het is gewoon, als je klaar bent, doe je hey en dan zeg ik dat je het is klaar. Ja, dat is wel tijd. Eerst klaar, hè? Laat de jongen maar rustig. Ja, het bakje moet wel lekker uitgelabeld zijn. Ja, en mocht je nou zeggen, ik ben klaar en we gaan er langs, gewoon meteen disqualificatie. Zo, oké. Oké, we gaan door met challenge nummer 2. We hebben dus een kilo kwaak en een halve liter proteïne shake. Die moet zo snel mogelijk op. Degene die hem als eerst op heeft, die wint. Er zijn natuurlijk regels. Zorg dat alles zoveel mogelijk uit de bak is. Als je geen hele scoop meer uit kan halen, dan zal die waarschijnlijk wel leeg zijn. De twee shakes moeten achterover. Zijn jullie er klaar voor? Nee. Wat is die? Gaat hij weer aan? Nee, bak neer. Bak neer. 3, 2, 1, go. Heel goed. Blijven eten, kom maar. Dit komt uit zo mooi. Adriaan gaat voor een tactiek. Dit is zo klaar. Wat? Hoe dan? Eetjes door, man. Krijgen we 3 pogingen hiervan? Of? Ja, we gaan nu naar poging 2. Zoals jullie hebben gezien, de eerste was Kevin. Wederom eerst. Hoppa. Alle markten thuis een keer. Nummer 2 Guus. Nummer 3 Kay. Mooie. Kwam wat langzaam op gang. Ja. Maar uiteindelijk ging die hartstikke goed. Op 4 Adriaan. Ja, solide. Ja, solide middenplek. Lekker gemeen. Ja. Hartstikke mooi. En dan als 5e, heel verrassend, Jordi. Die eigenlijk Je stond aan het begin, zo moet je gewoon lekker tegen die zat gewoon lekker zijn bak kwark op te eten. En dan aan het einde natuurlijk de spannende battle tussen de krachtschuren. Sander en Ruben. Andersom weer, Sander en Ruben. En Ruben nog een hele mooie poging gedaan. Het is net alsof we het roze koekenspel hebben gespeeld. Wie was daar zo dat vieze geluid op maken? Die kan. Ja. Ik was gewoon lekker bezig en dan hoorde ik echt tegen je. Je lepel ging het te ver in. Fuck je vieze. Event nummer 3 is de Dinny Stones. We gaan ermee lopen. Probeer zo lang mogelijk vast te houden. We hebben de Dinny Stones hendels van Zebrus. De linkerkant weegt 130 kilo en de rechterkant weegt 90 kilo. En wat apart is aan deze, natuurlijk hebben we 1 grote ring en 1 kleine ring. Dus superleuk, heerlijk voor je handen. En ik kan niet wachten tot ik mee mag lopen. Nou, kom maar. Ja, je bent nog voor de lijn, dus je mag. Gewoon doorzetten, als je staat dan wat mee, kom op. Nee. 50 centimeter squat. Kom maar. Tak. Ja. Ja, en lopen. Stapje zetten. Kom maar dan. Kom dan. Hou die 5 meter.
meter dan Clark even. Nou, 1 meter, toch? Maar 2 meter 20. Ja. Yes. Kom aan, Sander. Stappen zetten is heel goed. Juist. En stappen zetten. Iedere stapje telt. Blijven gaan. Hou hem vast. Kom op. Juist. En lopen. Blijven gaan. Kom op. Juist. En stapjes maken. Heel sterk. Kom aan, blijven gaan. Heel goed. Pak hem door. Ik ben blij dat je duim eruit zit. Heel goed. Jij 10,60? Oh, ik dacht 8 nog wat. Nee, 10,60. Oh, ja. Daarom legde je hem hier neer. Ja. Ah, ja. En daar ben ik al over 8 heen, dus. Ah, ja. Ja. Gefeliciteerd. Die zat toch bijna last. Wel 10. Nu we hier toch zijn, is een mooie kans om even uit te leggen wat we nou gaan doen. We hebben hier een prachtige kek. Die pak je op en die gooi je weg. Dat gaan we doen. Je mag hem alleen maar boven het hoofd gooien. Dus je pakt hem op, je neemt een aanloopje. En dan kun je afdoende stralen waar die landt. Dat wordt op een meter. Juist. Superleuk. Oké, vanaf nu mag je niet meer over de lijn heen lopen als je hebt gegooid. Dus als je hem hebt gegooid eenmaal, dan mag je er wel gewoon overheen springen ofzo. Ja, dat wel, dan is hij al los. Dus als je zo gegooid hebt. Ja. Dat maakt heel flauw, want je kan er wel trouwens springen zo. Heb je meer momenten? Nee, lag niet. Ja. Je hebt veel meer momenten. Nee, je mag niet over de lijn komen als de kek vast hebt los is, weet ik het. Je moet stoppen bij de lijn om het daar. Oké. Kom op, man! Ja,
zevende plek is geëindigd. Ruben! Hey. Maar ook op gelijke punten, gedeelde zesde. Jullie! Hey. Maar dan weer de punten berekend en zo. Ja, lekker man. Wauw. En dan op de vijfde plek, en het prachtige Brabant. Kane! Hey. Op de vierde plek uit het ook mooie Brabant, Sarja! Hey. En dan het podium, hoe spannend dat ook is. Op de derde plek, ja dit is, hier was het nog wel eens, maar op de derde plek is geëindigd Guus. Feliciteringen van Adriaan. Op nummer 2 Adriaan met 21. En dan op nummer 1 onze eigen Kevin met 25. Ja. Goed gedaan. Prachtig. En dan hebben we natuurlijk de fantastische prijs. Van het opkomende Nutrition merk. Kevin. Wauw, dankjewel. Wow. Van harte. Ja, daar ben ik super blij mee, dankjewel. Dat heeft iedereen goed gedaan. Super vet. Van harte. Ik vind het een beetje raar om het voor mezelf te houden, dus ik wil graag deze geven, nummer 2. En deze, die vind jij wel lekker. Natuurlijk het belangrijkste. Die vind jij wel lekker. Roze. Jij moet er nog goed groeien. Deze is voor Ruben. Skin, hair en nails. En deze hebben we nog voor jullie, de multivitamine. Hey. En het belangrijkste, deze hou ik voor mezelf. Dus. Hey. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken en te subscriben. Cerberus. Cerberus. Wauw. Cerberus, Hulk 10. Gouden grip. Wolverine. Nee, dat ken ik niet. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. Hopelijk vond je het leuk. Vergeet niet te liken en te subscriben. Lief voor je knapste. En wie zat er het geld te kwark te eten, willen we natuurlijk wel even weten. Dus dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer en adieu, doei!